mijn beste vrienden, Paramaribo, groet u, Grand Brassa, straight from the heart, yes. Suriname is een poppenkast, een gevaarlijke poppenkast. Als je het nou hebt over de Nationale Assemblée met al die poppen, of je hebt het over de ministeries afzonderlijk, Amantja, zo poppenkast. Eigenlijk weten ze niet wat ze aan het doen zijn. Dus toen tegen die ministerie lijden, er zijn 19 ministeries. Terwijl wij het ze eigenlijk zouden kunnen doen met 11. Maar wanneer een politieke partij met jou samenwerkt, dan betekent het, jij moet gunsten geven. En die gunsten in Suriname, dat zijn die ministersposten, de zogenaamde directeursposten, ook de directeurs bij de parastatale bedrijven enzovoort. Dus dat ding is constant en belonen. En je vergeet niet, omdat je het kruis helpt, om jezelf ook te zegenen met vele beloningen en vele zegeningen. Jouw kinderen, jouw nichten, neven, broeren, zussen, man, opa, allemaal krijgen een positie. We zeggen in Suriname geen positie, maar positie. Allemaal even positie. Beste vrienden, het is een poppenkast. Een poppenkast. We kunnen onszelf toch niet serieus nemen. Er zijn mensen in Suriname, heel serieuze mensen. Dat zijn de denkers. Er zijn echte denkers. Er zijn nepdenkers. Er zijn ook echte denkers. En die echte denkers, dat zijn mensen die zowel in heel veel gevallen hoger zijn opgeleid. En de andere mensen, die kunnen hoger zijn opgeleid. Maar u weet het, wat onze mama altijd zei. Leri ne pourdon. Ze kunnen zo veel geleerd hebben als, zeg maar, als Jozef's zoon. En dokter voor hun naam hebben. En desnoods daarachter ook. Maar in Donoka, kijk. Dat zijn de mensen die andere mensen nodig hebben om uit te buiten, maar ook snel gaan volgen. Kijk, waarom is Suriname een land met weinig hoog opgeleide mensen? 5%, 6% van die mensen is ook opgeleid. Het is heel normaal. En dat weet u, alleen ik ga het herhalen. Kijk, wanneer mensen kunnen denken, zelf kunnen denken, awareness hebben, zijn twee dingen, hè? Het denken en het ontwaken, het mentaal, geestelijk ontwaken en je realiseren wie je bent, wat je bent, waar je staat in de wereld ten opzichte van de hele wereld. Wat er van je verwacht wordt, wat jij van jezelf verwacht en waar je naartoe gaat, jouw visie. Wanneer dat soort denken in je hoofd is, dan bennen we allemaal op het goede spoor. En laten we elkaar niet voor de gek houden. Al 45 jaar en nog veel langer nog, heeft geen enkele politieke leider echt ervoor gezorgd dat het volk opgeleid kan worden zodat het echt kan meedenken. Want Als je niet kan denken, dan word je bereden als een paard, als een dief, als een hond. En men kan je uitbuiten tot in de man. Of je zie je nog, ik klap je handjes en alles komt goed. Maar klappen handjes, alles komt goed. We gaan het voor je doen. En zo, lieve mensen, hebben in het land dat Suriname heet een aantal mensen die hun handen ophouden om te bedelen en blij te zijn met een pakketje, omdat ze reet te lui is om zelf te werken en aan de slag te gaan. Maar er is een nieuw volk opgestaan. Dat zijn de dieven en de criminelen en alle mensen die andere mensen uitbuiten. Ik heb het niet alleen over die ene kettingtrekker. Ik heb het ook over de witte borden criminelen. De mensen met status. De mensen die grote auto's rijden. En denken dat zij broertjes zijn van God. En desnoods God zelf maken. Al die mensen. Beste vrienden.
Suso Poppenkast. Suso Poppenkast. Daarom zijn ze allemaal angstig wanneer ze merken dat je bezig bent om anderen te laten denken en om anderen aan te zetten om het gevoel van eigen waarde aan te wakkeren door awareness. Wie ben ik? Wat doe ik hier? Universele vragen van de mens. Beste vrienden, zo gauw u begint te denken, stapt u uit die poppenkast. Stap eruit. Suriname, unite. Daar doen we het voor. Paramaribo, groet u. U ziet me later.